Hier heb ik hem in zwart-wit. Oh, waarom in kleur? Heb ik hier, heb ik hem in kleur. Dat is mooi, hè? Staat het erbij? Ja. Hoe staat het met het verzamelen, heren? Goed. Ja, maar een beetje slappe tijd alleen. Ja. Maar eigenlijk wel gelukkig ook. Want je spaart ze natuurlijk liever niet, hè? Nee, maar ja, iemand moet het doen, hè? Ja, en we hadden al zoveel verzamelingen dat deze er ook nog wel bij kon. Zou ik zeggen. Soms een compleet gek huis hier. Nou. Wat verzamelt u? Eetslachtoffers. Dus bekende overledenen aan aids. Ja, van over de hele wereld. Ja. Dus dat ze zijn overleden aan aids en dat het erbij stond. Het moet erbij staan, ja. Ja. Het mooiste is dan als we dus een foto hebben, zeg maar van, ik noem nou bijvoorbeeld Freddie Mercury. En dat hij dan links hoe die was, toen hij nog goed was. En dan plakken we dan rechts een foto van hoe die op het laatst was. Ja. En dan op zijn laatst mogelijk, dat is het aangrijpendste. Dat je dat hebt, maar heb je niet altijd, hè. Ik moet vaak wel even slikken, hoor, als ik ze inplak. Rock Hudson, Rudolf Nureyev, hè? Ik tenminste wel. Maar ja, dat bewijst ook de waarde van de verzameling. Ja, het heeft een bepaalde kracht, hè. Als ik bijvoorbeeld grieperig ben of niet lekker of zo, dan pak ik even een album, blader ik door en dan denk ik, man, stel je het er niet zo aan. Dat is eigenlijk aan de hand met jou niks. Ja. Ja. Zo werkt het wel. U weet dat het vandaag Wereld AIDS-dag is. Ja. En daarom werken wij ook nog een uurtje langer door. Hè? De kappers die knippen al voor AIDS. En er zijn bordelen die hadden advertenties met wij wippen voor AIDS. Dus wij willen eigenlijk alle verzamelaars in Nederland oproepen om te dippen voor AIDS. Zoveel mogelijk dippen voor AIDS. Dat doen verzamelaars ook graag. Hè, bij die zitten altijd te dippen. Die zitten altijd te dippen. Ja. Nou, en dan de waarde van de dipsaus verdubbelen en opsturen naar het AIDS-fonds. Dan komt het best voor elkaar.